Ja, want die schedel is gevonden. De evolutietheoretici vallen elkaar nu vallen over elkaar heen. Want wat is nu de gangbare theorie? Waar was die eerste mens en wat deed die mens in hemelsnaam in Georgië? Ik denk dat het heel belangrijk is, zeker met meneer Slob, een van de sprekers was. De evolutietheoretici vallen niet over elkaar heen. Darwin had een fantastisch idee. Dat hebben we een jaar lang briljant herdacht met allerlei gebeurtenissen. En wij, archeologen en paleontologen die botten opgaven, vullen details in. En dus de grote lijnen zijn duidelijk. Maar wat dit laat zien is dat om de een of andere reden mensen met hele kleine hersentjes en kleine lijfjes veel langer dan wij dachten Afrika verlieten. En dat is punt twee, dat die latere mensen, grote hersenen enzovoort, dat die wellicht in Azië ontstaan zijn en niet in Afrika. Maar hoe weet je dan zeker dat het zo oud is? Zeker weten doen we in de wetenschap niks. Maar dat weten we onder andere zeker, omdat in het begin, het filmpje suggereerde dat al, eigenlijk niemand het geloofde, die claims. En wat je dan krijgt is dat er worden Amerikanen ingevlogen of andere specialisten die met een datering komen op basis van, dat heeft met radioactief verval te maken. En die zeggen dan, komen de datering. Anderen zeggen, ik geloof niks van. Toetsen, weet je, dat is wetenschap. Mm-hmm. Iemand komt met een mening en dan wordt gezegd, nou, geloof ik niet. Onderzoek. En zo krijg je op een gegeven moment iets wat een consensus is. Die een tijdje bestaat en dan wordt die weer genuanceerd. En dat is het grote verschil tussen de scheppingsleer, intelligent design en wetenschap. Ja, maar meneer Slob, nu toch geadresseerd wordt. Gelooft u in de evolutie of zegt u nee, God heeft de hemel en aarde toch in 7 dagen geschapen? Nou, ik geloof in een scheppende God, ja. En wat ik wel heel boeiend vind van... Maar hoe luistert u dan naar dit verhaal eigenlijk? Ja, van deze discussie vind ik heel bijzonder, want er is ook in de kranten natuurlijk wat over geschreven, dat bepaalde zekerheden die men dacht te hebben nu toch weer onzeker, zeg maar, worden. Dat vind ik eigenlijk wel een geruststellende gedachte. Ja. Wat moeten we hiermee, Giel? Nou, niks. Laten we gewoon vooral... Nou, zeker. Ja.